We gaan naar de wedstrijd in Nijverdal. Tot op heden heeft Ruitenberg nog niet gewonnen in de landelijke competitie. Dat zit hem dwars. Hier de succesvolle Arjan Smit pakte al de nationale titel en won al wedstrijden. Arno Winters in het blauw en dan de rode trein met Boulaar, Stekkerty en Jan IJzer Kromkamp. Als collectief zijn ze heel sterk, deze rijders uit de Frisia-ploeg. Daar Erik Hulsebos, ook hij heeft nog niet gewonnen, maar zoekt altijd zijn wedstrijden uit. André Klompmaker zit ook goed voorin. En het wachten is op de eerste serieuze uitlooppoging. En dat duurt lang. Het peloton blijft heel lang bij elkaar. Ze kijken naar elkaar en het lijkt erop alsof niemand durft. En dan toch een uitlooppoging. De sfeer is goed daar in Nijverdal. Veel rood voorin. En het is Ruitenberg die het dan eindelijk eens gaat proberen. Tot op heden dus nog niet gewonnen, maar wel goed in vorm. Een lange solo moet dit dan gaan worden. Veel publiek, prachtig om te zien. En de weergoden zijn de skielersport dit seizoen goed gezind. Want tot op heden nog geen zware wedstrijden in regen gehad. En Ruitenberg heeft een behoorlijke voorsprong opgebouwd. Daarachter moet natuurlijk reactie komen van aartsrivaal Erik Hulsebos. En die doet dat ook. Hij neemt het complete peloton op sleeptouw. Daarachter wordt gecontroleerd door de ploeggenoten van Ruitenberg. Maar zonder succes, want Ruitenberg wordt bijgehaald. Maar onmiddellijk een nieuwe uitlooppoging. Nu van Arjan Smit. Met als molensteen BJ Stekkerty. Boulaar zit er ook nog bij. En ook André Klompmaker. Ze zijn met z'n vieren. En rijden weg op het moment dat Ruitenberg wordt teruggepakt. Tactisch slim dus van deze ploeg. En kan Smit het samen met Klompmaker opnemen tegen twee rijders uit dezelfde ploeg? Dat is de vraag. Peloton is nog niet verslagen. Hier de winnaar van de wedstrijd in Zaandam, de Belg Frank Viers. En ook de vier koplopers blijven niet vooruit, want het peloton rijdt veel te hard. Dan wordt er even gesprint voor een premie. We zien Hans Schipper met Klompmaker, Stekkerty, Abbink, Van de Wetering en Klaas Slagen voorin zitten. Het is Stekkerty die de premie pakt. Maar de wedstrijd is nog altijd open. We hebben nog steeds geen definitieve uitlooppoging gezien. Daar Hulsebos en Ruitenberg als een Siamese tweeling in het peloton. Weer wordt er naar elkaar gekeken. Iedereen wil graag winnen in Nijverdal. Dan toch een nieuwe uitlooppoging. Weer Ruitenberg. Nu in gezelschap van Heiko Bauma uit Wolvenga. Bauma uit de ploeg van Erik Hulsebos. Dat is gunstig voor Ruitenberg. Want nu zal Hulsebos dit groepje laten gaan. Bauma bepaalt het tempo. Echte tempobeul is dat natuurlijk. Houder van het werelduurrecord geweest. En Ruitenberg zit op rozen, want hij is de betere sprinter van deze twee. Maar kijk eens naar het gezicht van Bauma. Echt makkelijk gaat het niet. Het peloton vindt het allemaal wel best. Hulsebos heeft een ploeggenoot vooruit. En ook de Rode Brigade hebben één mannetje van voren. En dan krijgen we een nieuwe situatie. Ruitenberg die veel kopwerk verricht. En Bauma die het tempo maar nauwelijks kan volgen. Kijk maar naar zijn gezicht. Er wordt vreselijk hard gereden. En de voorsprong op het peloton wordt heel erg groot. Het begint een beetje te schemeren, ook in Nijverdal. Het is een avondwedstrijd. En weer staat er meer publiek aan de kant. Hier Kromkamp met Boulaar. Een Amerikaan. Arjan Smit, nog een Amerikaan. En daar Erik Hulsebos. Ze zijn verslagen. Wat gebeurt er daar vooraan? Met René Ruitenberg en Heiko Bauma. Stekkerty rijdt nog naar voren. Winters zit goed voorin. Genita Smit-Hulsebos, knap. Ze doet mee bij de aanrijders. Nog altijd in het peloton. En dan is dit het moment dat Bauma definitief is verslagen. Ruitenberg is weggereden bij zijn vluchtgenoot. En wint eindelijk een wedstrijd, meetellend voor de landelijke competitie. Ruitenberg dus de snelste in Nijverdal. En zo is de druk van de schouders. Mooi om te winnen daar in Nijverdal. Ruitenberg is dus de gevierde man. Bauma eindigt als tweede. En de sprint van het peloton wordt gewonnen door Erik Hulsebos. En zo ziet de stand eruit. Ruitenberg dus de snelste. Bauma 2, Hulsebos 3.
En in het klassement blijft Arjen Smit de leider voor Henk Schra, Wigarda, Bartlomeusen en Mombarg.